Bigge baar alle de handlangers, pipefitters, Desmasai Falfo in Rayberg, Santa Boma, Stephen, Yvonne, Family Wong Abain, Benito Naro, Palanti, Getty, Danny, Desmarapa Overtoom. Den dekkelisten ze en volg via een YouTube-channel Dekkelogisch bekeken. Desma in Sint Maarten, Pilsburg, Paradera, Savaneta, San Nicolas tap Aruba, Punta Nanga Otro Banda tap Curaçao. Dekkel met you, San Tune in to SCCN. We disi, na a Dekkeloog. Afgestudeerd van Dekkelogisch faculteit. Gespecialiseerd in die dekkelogische wetenschappen. Master in dekkologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tabadek. En anno alla day na zonde hoor je vaak in Surinaamse begrippen. Dikke Willem Sink, dat wil zeggen, niet elke dag is een zorgeloze dag. Want meestal zegt men zonde na rustdag. Op de zondag is het verkeer meestal rustig. En mensen hebben de gewoonte om op de zondag misschien te parkeren op een andere manier. Omdat ze ervan uitgaan, het is zondag, maar Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ook al ben je een jongen van de kerk, als je verkeerd hebt geparkeerd in de buurt van de kerk, op zondag word je ook beboet en wordt jouw auto ook weggesleept in de naam van Jezus. Je begrijpt wat ik bedoel, zo. Je leest haar tekening en Volvo. Personen hebben het glad mis als ze denken dat ze op zondag niet beboet worden voor het verkeerd parkeren in de binnenstad. Want ik sabi dat de regels gelden van maandag tot maandag, geen enkele dag uitgezonderd. Dat meldt Humphrey Naro Narden, PR van KPS Korps Politie Suriname. Ik ga berekenen dat ik een voorlichter voor KPS met een berekening voor een begrekening. Dat betere aan begin barbecue aan volksmuziekschool. Dus liever meldt hij iedereen direct, zodat niemand kan zeggen dat ik wist het niet, mino ben sabi. Want het gebeurt vaak bij de Steenbakkerijstraat daar, bij de grote stadskerk en ook bij de Centrumkerk. Dat is de kerk waar ik getrouwd ben daar. En ik berekenen dat ik dat voers, maar ik parkeer verkeerd in inritten van andere mensen of schuin op de weg met één band aan. Je begrijpt dat het niet kan, toch? Je snapt dat het niet kan, toch? Zo. Maar sommige mensen denken, het is zondag en zondag is een vrije dag, dus iedereen is vrij, de politie ook. Nee. Vergis je niet, de politie werkt gewoon op de zondag. Dus je kan ook op de zondag worden beboet en jouw auto kan ook weg worden gesleept voor het verkeerd parkeren. Je leest haar tekening en Volvo. Tap. Pa, dek. En de mafu fest in McDendruk. En ze benadrukken nogmaals dat een centrale bank voor Suriname moest dan onafhankelijk. Want de ma Sabrina tak nonu de in ayari fos akisologie. Dat een regering kan dekken op wat sentiment. Want Monica zelfs, er zal misschien geld nodig zijn om zaken te realiseren voor het volk. Maar im gebreken tak fest e warsko. Een regering die de nou voor no do mee na nga no en kripraat money of boss money show, so. Je leest haar tekening en Volvo. Im gebreken takkie, fest waarschuwt dat enkelijk in een aantal commit a verkiezing dat om voorkom tak de ma Spencer Griffith a Monica Sellers dat er geld wordt gebruikt op zo'n dusdanig niveau dat er na de verkiezing weer een financiële ramp kan ontstaan. Dus daarom ik fest. Wie is fest? Niet de vereniging van Ezels in Suriname. Nee, het zijn de vereniging van economisten. Dus daar takkie, den bradi en de ma se hoort den bezig na nga tellen raam voor een sentiment in een contradictie. Continel en met de druk dat als en indien de centrale bank van Suriname niet onafhankelijk blijft handelen en mogelijk politiek beïnvloedbaar wordt, dan politiek besluit kan worden genomen dat misschien voor de economie desastreuze gevolgen kan hebben. Dikke Willem Sink, dat die a economie, die a sentiment zij walk like a champion in een contra, dan tacklebox kan ticket a sentiment dat die. Je leest haar tekening en Volvo. Tap.
pa dek. En im gebereken taki kom barla de masero ka de car wash ja de manne pe da Duisburg laan en omgeving ma atordis noge burda pere mi de bijna 100% zeker. Want im gebereken tak tiener steelt geld uit auto. De leden voor ARBT a rustig binnenbrengen team na kordaat speurwerk en pot de nosso tapa asfalt snuffel tel ik de ma kom niet nanga a 17-jarige in wa hotel pe in Paramaribo Noord. Dus volgens mij gewoon een mango chillen. Archives van mango chillen nog zo. Een zekere Jason Fee stal $10,000. Trump me bedoel uit een auto bij een car wash waar hij werkte. Want als machara wagigo fu wasi mamigado faya chawa wagigo wasi met $10,000 erin. Mi, a sentiment dat na shaka shulu aide a grapje meki. Hey, sanga jongen zo. Dus im kamerikem tak baka. Die Jason Fee naks kase koloko a sentiment teki. Dan was hij onvindbaar voor de politie sinds 4 februari. Dus im kamerikem tak de leden fu a rustig binnenbrengen team. Bespora ma op. Telek de man kon kies wan tip. Snuffelen uit. En kon vintak a man deen wan hotel met een jonge dame. En hij had een auto gekocht met dat geld. Je brieba, tori, sorry, 17 jaar. Dat go bij mijn wagi content bij. En dat je rij gewoon go chillen en gewoon jong met je camera airco goed gekoeld. Maar shape zijn na konderen eigenlijk, jongen, zo. Wel, de politiemannen hielden hem aan. En wat blijkt, dat a Carmelita die auto een lichte schade had. Tuurlijk, je bent 17 jaar in een saprij wagi. Na luku in luku vast mij doen. I gigas, jammer genoeg, met schade aan de auto. Dus die auto is ook in beslag genomen. En amang arkiboom. En amang met wie hij samen die auto ging kopen, die is ook in verzekering gesteld. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En what's up, dak sang? What's up, soto af de dok je bedoel zo? Wat im gebreken tak den datra den asan? Dokter versus dokter. En het gaat over de dokters. Wat is er met die doktoren aan de hand? Wel, naar zeggen voor Popi Paul nummer 2 in Paramaribo. Ik heb het over Deo Charman met de meest gekozen stemmen na de hele meneer voor de tweede keer in Paramaribo. En wat betaki, die Cubaanse artsen deugen niet zo. En im gebreken tak meneer Celsius Waterberg is ook arts. Zijn dokter Joy Waterberg is ook arts. En ze hebben beide hun studie gedaan in Cuba. Dus dat gekoefkaficeerd. Dat de van mening dat nee. Als artsen slabbakken en een prestatie leveren die beneden maats is, dikke Willem zingt dat eigenlijk, eigenlijk den dat er aan is zitten, san lik vast, san moes zitten. Dan ligt het niet aan de plaats waar die artsen opleiding heeft genoten. Dat NASA, meneer Celsius Waterberg, geef aan, maar uit een conclusie voor Deo Charman, dat man geeft aan dat dikwijls, telkens lik van Rietje bezinging, zijn ze op het internet om te kijken hoe ze iets moeten oplossen, dus de manna internet ogri man, nee aan internet ogri man, de manna internet dokter, e-dokter, ik kan kaarden bijna zo, dus im gebreken taki, vader Waterberg, nanga dokter Waterberg geeft aan, dat zowel de artsen in Sernang lik de artsen in Cuba, doe de studie uit dezelfde boek. Dus waarom zijn die artsen van Suriname meer goeder, beter dan die artsen van Cuba? Als de artsen van Cuba hier in Suriname een beetje slabakken, dan zal het misschien liggen aan hun persoonlijke mentaliteit. Na zo den tantang, zo is hun blijf al gebleven. Hun blijf al ja, je begrijpt, samen bedoel. Maar het ligt niet aan de plaats waar ze hun opleiding hebben genoten. Dat is wat meneer Celsius Waterberg en zijn dokter Joy Waterberg laten weten. What's up, dak? Top. Padek. En 2000 banen. 2000 banen komen in problemen. If Atori voor a bouwjaar voor de wagis die worden gehaald naar Suriname Godor. Want in met a berekening voor a berekening. A vereniging van auto-importeurs in Suriname, VICE, geeft aan dat if werkelijk a berekening voor a berekening die de man mekie om nu het bouwjaar op te trekken dat er niet te oude auto's naar Suriname mogen komen, dan gaan er misschien 2000 banen moeten worden geschrapt. En met 2000 banen als we een berekening maken, 4 mensen per geschin is het 4 ma. Oh, je volgt een effect. Tak na 8000 ma ka ab effect door een regeling die worden genomen. En dat na politiek.
Politiek naar nagaan wat de effecten zullen zijn voor de gemeenschap van de handeling van het beleid. If je leest haar tekening en Volvo, zou je bedoel in haar specifiek door die jongens. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En den bradi edeman takatori. Je hebt het over de mensen die een beetje deskundigheid hebben. Die weten wat er zal moeten gebeuren. Want baka die Paul Salam, sommige harde de voorter voor PL bij actie. Als het niet meer vroeger, als het niet eerder dus vervroegd kan worden. Heb ik over ajuru voor akisologie. Een verkiezing die volgend jaar in de maand meegehouden moet worden. Maar wegens een berekening van geberekening die mekkie. Dat is het suikerfeest, niet het feest waar de gesuikerfeest. De minister gesuikerd kan worden. Nee. Het suikerfeest, dat noemen we Eid al-Fitr, dat valt op 23 mei. Dus enkele dagen voor de verkiezing. Maar dat is niet het probleem. Want voor Eid al-Fitr, dan heb je de vaste maand Ramadan. Waarbij onze islamitische broeders en zusters voor 29 dagen lang zich onthouden van voeding terwijl de zon op is. En niet alleen voeding hoor. Nee, niet alleen voeding. Want tijdens een vaste maand Ramadan mag je niet agressief worden. Je mag niet boos worden. Je mag niet uitschelden. En elke andere vorm van voeding, ook intieme voeding. Je begrijpt, met dat kan je maar like James. Je begrijpt wat ik bedoel zo. Dus alles het halal, je eet het. Je begrijpt wat ik bedoel? Nee, je verstaat ze met taxibedrijf zo. Dus ook intiem contact is niet toegestaan in die 29 dagen. En daarom heb ik meneer Paul Salam Somohardjo. Die ego op en neer, heen en weer. Omdat hij nog verkeert in een heel flexisfeer. Bij actie dat met de vervroeg datum. Maar naar zeggen van SMA-voorzitter Michel Souban. Dan vraagt hij zich af. Wat heeft Ramadan te maken met de verkiezing? Zo. Nee hoor, het is helemaal geen noodzaak dat de verkiezing niet door moet gaan op die tijd, omdat het te maken zou hebben met de vaste maand Ramadan. Want als moslim, als beleider van islamgeloof, dan mag je eigenlijk nooit uitschelden op het podium. Dus dat heeft na een argument dat een campagne nobo hevig zo, omdat men zich zou moeten aanpassen aan de vaste maand Ramadan. Dan zegt Michel Souban dat hij het verband niet kan begrijpen, want je mag nooit uitschelden en je mag je nooit misdragen. Dus if de man de van mening dat na om een religieuze sandati met eigenlijk de man bij verschuiving, dan ziet hij er geen gronden voor. Zo. Maar die weer het op People FM. Bronvermelding verplicht. People FM dat beheren wat een moslimbeleider bent takatori dat eigenlijk een heer jugu ik komen te wanen. Doordat eigenlijk hem geberekend dat tijdens de vaste maand Ramadan dan zijn de meeste moslims s'avonds in de moskee en de meeste vergaderingen en propagandaactiviteiten worden in de avond gehouden. Dus de Mekka-geberekening dan simpelweg wegens een vaste maand Ramadan. Dat eigenlijk Mekka-geberekening daadwerkelijk, dan zullen de activiteiten minder druk bezocht worden. Omdat men rekening moet houden dat veel van deze beleiders van het islam in de avonduren in de moskee zullen moeten zijn. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Top. Padek. En de politie maakt zich werkelijk druk. Omdat Nono de man Koshina Easton dat er een stijgende trend is van korte seksfilmpjes gemaakt hier in Suriname. Sranasani, Wisani, Sranasani, Jebribasani. Zo. Mijn hoofd doet me pijn. Mijn hoofd doet me pijn. Jongen, zang. Zo mij draait Chupadero. Je weet dat een Chupadero is toch een soigi spoiti. Is een goudmachine. Is een goud. Begrijp het niet verkeerd. Is een goudmachine bedoel ik jou. Zo. Wel, u gebruikt dat AKPS Corps Politie Suriname. Stel wat speciaal nummer in. De man kan app de filmpjes die skong. Zoals voor de man gona. Precies. Zo maar het domein aan een verspreiding ving. En u gebruikt dat onze beste kameraad de politie is geschrokken. Want er zijn veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Die
vertonen. In deze seksfilmpjes, oké, je hebt ook een paar van oudere vrouwen die getrouwd zijn, kinderen hebben en al. Isabi, en mannen die hoofdpijn krijgen. Ik krijg hoofdpijn, zo. Je leest haar tekening en valvo. Maar ik bereken dat je. Het is al erg genoeg dat mensen hun privéactiviteiten vastleggen voor de buitenwereld om te zien. En het is alleen nog erger wanneer het gaat om minderjarigen wiens heel leven later getekend zal worden. Door wacht je aan een ina. Ik kom van twee jaar, maar ina. Jongen, ina film, maar bij moeder slankie. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Tap. Pa, dek. En SD, gisteren spraken we al over de effecten voor een nano-nano-libi. Want je nano-nano-nangatrasmasan. Jumlukbangakokruman. Je jugu-jugu-nangatrasmasan. In elkaar kon je naar openbaar verkondus, maar aisan. Dit zijn de regels van het overspel. Ja, dit zijn de regels van het overspel. Op drakenakkoord. En de no-ragajomben bossa tjundis gigba. Fisabi. Want dames, let erop. Die man is getrouwd. Zo, hij is getrouwd. Nou, meka fluister in je sigi. Ik hou van jou. Zo. Want Tedem chi lep etak tranga. Dap chi ede fasi. Dap bigi ede ne uro komoro. U begrijp samen bedoel hero. Hero horen gimi horen jim dape so. Want im kamerik hem taki. Ook zwangere buitenvrouwen hebben recht op ondersteuning van hun partner. Arkibibruya. Arkijam. Wat volume. Wat volume. Alla de vermoedelijke buitenvrouw. Want im geberekend dat vaak u Jeremia atordisi. En het komt van het faculteit. Er zijn 's middags veel vrouwen die alleen staan. Maar 's avonds niet alleen naar bed. Zo. Schrijf het op. Het komt van de decoloog. Dus die in die ibriwa moment zei je dat mag gebruiken naar een faculteit liever die attackie. Dat zo. Ik kan bereken dat in Biggie Osof Kondri. Nationale Assembly. De verdere behandeling voor een wet bescherming moederschap. Dat daar is er een lans gebroken. En er is gesproken over de rechtspositie van mannen die buitenechtelijke kinderen verwekken. Zo. Ha, want hoe jij van fenomeen alleenstaande vrouwen toch? Het is heel vreemd hè, dat ze alleen staan. Maar s'avonds niet alleen naar bed gaan. Zo, de man krijgt met de wet een tegemoetkoming van 5 dagen waarop hij eigenlijk zwangerschapsverlof krijgt na de bevalling. En hij krijgt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof om zijn echtgenote bij te staan. Dat zeggen voor Ingrid Kartabink van de PL en Naomi Samiden van de NDP, dan vragen zij zich af waar de buitenvrouw zo arki nadjatore kon. Waar de buitenvrouw moet zijn om haar ondersteuning te krijgen. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Alle de getrouwde vrouwen in Luca Radio, nou schuin. Brief me ze kijken schuin naar die radio. Want laat me even met die getrouwde vrouwen praten. Even. Ik weet dat ze luisteren naar de bandek. Veel getrouwde vrouwen die luisteren. Stel je voor, even gewoon stel je voor. Laten we even nuchter zijn. Je man heeft buitenechtelijk een dame in de gezegende toestand gebracht. En als deze wet zo wordt aangenomen. En je man een paar vrije dagen krijgt om zijn buitenecht. Nee, en hij zou aardig. Ik wil jeren dan tjuri, zo. Wel, ik wil hem dan zeggen voor mevrouw Ingrid Kartabink. De attack werkelijk over een realiteit. Want het is een realiteit dat getrouwde mannen buitenkinderen hebben. Het is natuurlijk is een realiteit. Doe hem toe, lekker aan no de zo. Is dat toch? Na dat, na libite, a de tapa dek. Na zo asande in een nano-nano competitie. Want je nano-nano ambitie, daar heb je buiten ook een nano-nano baby. Je begrijpt wat ik bedoel, zo. Dus hij heeft berekend dat hij het hoorde zich bij de wat heet hangijzer in Biggie Osof Kondri, waarbij deze twee vrouwen, Naomi Samiden van de NDP en Ingrid Kartabink van de PL, aan hebben gegeven dat wat san moest gebeuren, want wist de mij taki, de mensen hebben elkaar trouw beloofd in de kerk, soms bij burgerlijke stand zelf getekend en een poppetje eronder gezet. Er is geen enkele wet die verbiedt dat er buitenechtelijke kinderen komen. Zo.
ar ki wan tor dape. Wan im kabari kam nar sega fu Melvin Bova. Ama be de fungerend voorzitter tap dat moment. En hij is een getrouwde man. Nee, lauwe, even voor de correctheid dat bijzitten. Hij is een getrouwde man. Dus dan mag geef aan tak. Luister, mevrouw Karta. Ben ik wat man, bij je ding, nes refi tak. Boy, fame go lekker. Oh, ik zie ze refsa. Dus im kabari kam tak ama tak nee. Liever maken we die wet niet complexer dan het is. En hij acht het gezonder om liever te werken aan het huwelijk en concubinaatschap. Want im gewerken dat hij in een huwelijk nanga in een kont in mijn naad een concubinaatschap dat het toesma afwang wat verbinding kom je deze rivier. Ze hebben afspraken gemaakt hoe ze het leven zullen aanpakken. Maar if one nanu baby moest ontstaan op door zee en een nanu gezin dat moest kies nanu rechten, dan beter elkaar in het nanuschap in plaats van zwangerschap. Je begrijpt wat ik bedoel toch zo? Wat misap tak momenteel zitten heel veel buitenvrouwen en ze zeggen chef portfolio maar kom arkie want als hij verlof krijgt dan kan hij me komen. Hel je begrijpt wat ik bedoel toch zo? Je Elisa, tekening en volvo. Want er zijn veel vrouwen die alleen staan, maar s'avonds. Je Elisa, tekening en volvo. Tapa dek. En de hele manier voor de tweede keer. De volkspresident maakt zijn volksronde onder het volk. En ik zit en ik kijk naar die foto waar ik die nieuwe DC-grouden zie zitten. En hij denkt bij zichzelf, aboen tak mi nou mek obstructieren. Aboen tak mi wacht die rustig. Want geflankeerd door DC-grouden en Paul Lang van Latour. De hele manier voor de tweede keer. Ik spreek een volk toe dat we in NDP tenue voel over zij gebeur in een specifieke kwestie. Die zij gebeur TAD. Tapadek. Wat in gebreken tak de hele manier voor de tweede keer. Zijn er ezeligheid. Pardon. Zijn er excellentie. Desiree Delano Bouters heeft op 10 februari uitgebreide sessies gehouden met de buurtbewoners van Menkendam, Latour, Pontbuiten, Rangulam, Livorno, Land van Dijk. Dus daar man kon je niet met a people. Walk to the people. Talk to the people. Is dat wat ook zo? Dus dat hele manier voor de tweede keer. Als volkspresident Dorothy. En heeft ook dam gespeeld met een jongeman. Famas neem vergita man neem. Anand, van mannen, jep me. Epa neem. Zo. Wat heb ik berekend dat hij in een ronde die een hele manier voor de tweede keer Mickey. Daar heeft hij ook tijd genomen om te luisteren naar de noden van het volk. Want in Sabrina, dat no de na Tacklebox etiket a volksmuziekschool. Alibi in Suriname, kontrong Duracell. Dus het is geen Suriname, maar Duriname. Maar de president was er om persoonlijk de problemen van de mensen te horen. Dus dat in one tête-à-tête. One-on-one. Dus maar bekam taxibedrijf fulltank commit a hele manier voor de tweede keer. Want de president Bouterse houdt voeling in de volksbuurt om te kijken hoe het aanvoelt. En volgens mij aluke vier boom. Je Elisa tekening en volvo. Tapa dek. En men meldde Aladdin dekkelisten no mek grap in verband met een 5-jarig bestaan voor een programma Tap a Dek. En binnenkort we film een nieuw videoclip dekkelogisch bekeken. Dus je schaatsen tapakade lange gua ready text waar je eigen dekkelogisch bekeken t-shirt kan kopen. En dat je met een foto en dat je zin in kon tapa page voor dekkelogisch bekeken. En dat we met een collage en dat Yusuf ik is wel uitnodiging voor kan Dorothy Theodie in een videosessie. Ik wil rekenen, zou je taxibedrijf zo. Je Lisa tekening en volvo. In het bos zijn er wilde dieren. Maar we moeten die dieren wild laten omdat de natuur zo is. Maar naar zeggen voor minister Dikan, de traditioneel gezag bij het citycentrum wat toestaan moro Bundesliga. Want in een gemeenschapsbos, niet een bos dat er is om gemeenschap te hebben, maar het bos is bedoeld om de dorpsgemeenschappen daar te ontwikkelen. Daarom tjien tjekke, kese, want tjien mandi, njungu, ben de tussen het traditioneel gezag naar de export. Exporteurs, de exploitanten dat we in een gebied en dan na zeggen voor minister die kan dat de man bij hem kon leggen als aan bij taxibedrijf fulltank naar de schrijf voor Sabrina precies van de mouw klaar dat hoor die zie. Je Elisa tekening en volvo. Tapa dek.
En kan de nou een verjaardagscadeau, maar in verband ook toen na een vijfjarig bestaan, voet tapa dek dem geberekend dat de man voet kwata carfix, zowel la tour slooper en in a zijn bedrijf, we bedoel, de man op wat actie, peyum sabrina take vidority, wat onderhoudsvrij batterij, ja, akugi wagi dat we bedoel, you can pay sandu, voor barkies rada 400 SRD's, op samen bedoel toch zo. We arkisi, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan, want wan biggie drukte bij de ina woyo, van Bagdad, en wanneer ik zeg die markt van Bagdad, dat is het de mooiste markt hier in Suriname. Derde rijweg wel te verstaan, dan is een biggie druk te laat zonde. Passie tapu, met ik zeg ze, omrijden, van mijn sang, die Dorothy met ik zijn na druk te dappen. En ik zag de vrouw met de grootste achterban in het hele land, en move dappen met ik wacht die, zomaar naar haar biggie delegatie. Ik zag ook die mahinderlijk yogi, mahinder yogi, volksvertegenwoordiger van Saramaka, met dat yogi, sana kleinigheid, die grote schaap. Ze heeft ze eigenlijk, ja, jong. Maar dat is een goede setje, nou weer bij idee. Hoe de boemde bezig, dan gaan de parlementariërs die internationaal hier zijn gekomen, en we laten ze die markt zien, met dat zo. Met dat, maar jong, maar ik ben moest, jullie moesten die weg sluiten, maar dat niet is eigenlijk hoe we gaan sluipen of bakken, maar met dat, no, jong, zo. Maar dat weten jullie niet. De massa bij de vorige week, nee, vorige zondag, zondag, laatst, treisde me bedoel, op de markt, die China Eastern uitdrukte, het ging om parlementariërs van Sint Maarten, Aruba en Curaçao, die hier te landen waren. En Suriname was gastheer, dus over gastding, tjaden koiri ina kontrip chinso, met de si, vasser nata, want wij zijn geen eiland, maar een echt land, is abie toch geen ei op het land, ik begrijp wat ik bedoel. Dus die hebben gebereken dat de maak kies wat rondleiding, divers bezoeken zijn gebracht. En ik zei het al, een bezoek aan de Quatamark in Bagdad. Kijk, Yogi is erbij als je in de krant kijkt. En ook toe hoe bij Apwan bezoek aan de hele meneer voor de tweede keer. If you lees a tekening in Volvo, zou we taxibedrijf. Weet die zie. Ben de adekoloog. Afgestudeerd van dekologisch faculteit. Gespecialiseerd in die dekologische wetenschappen. Master in dekologie. EGG gecertificeerd, dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG programma. Tapadek. 1104.